Welkom bij de podcast Liefde, Lust en Lijden met Ingrid de Jong en Sophie Rozenau. Als je hart is gebroken, wil je meestal maar één ding. Het zo snel mogelijk weer lijmen. Toch is liefdesverdriet een proces waar je eigenlijk gewoon doorheen moet. Iets wat ik zelf momenteel ook aan het ondervinden ben. Hoe kun je dat het beste doen? Hoe kun je je ex-geliefde op een gezonde manier loslaten? Ja, uit elkaar gaan, dat is natuurlijk een enorm life-changing event. Wat heel veel kracht kan vragen. Hoe kan je dat proces nou goed doorlopen? Hoe kan je je losmaken van iemand? Ja, jij koppelt het aan kracht. Ik denk niet dat het met kracht te maken heeft om het los te koppelen. Ik denk wel dat het te maken heeft met doorzettingsvermogen. Uit elkaar gaan gaat gepaard met pijn, met verdriet. En mensen willen weg van pijn en willen weg van verdriet. Dus dan is de neiging om niet vol te houden is vrij groot. Want ik wil die pijn niet, dus nou, zo slecht was het ook al niet. Dus ik ga toch maar weer terug naar die persoon bijvoorbeeld. Gebeurt dat vaak? Ja. Gebeurt heel vaak. Daar waar ze bijvoorbeeld overtuigd zijn dat die persoon niet bij hen past, op het moment dat het uit elkaar is, gaan ze alleen nog maar de positieve eigenschappen van die persoon uitlichten, vergroten. Ze zeggen van ja, maar we hadden het wel heel fijn samen en dat was leuk. Waardoor dat ze niet volhouden om uit elkaar te blijven en dan toch weer teruggaan naar die persoon. En ik geloof ook dat als je een meer toxische relatie hebt gehad, dat het nog moeilijker is juist om je los te maken. Ja, andere manier van hechting, maar ook het falen. Dus wat mensen ook vaak zeggen, ik heb dan gefaald als ik daar nu uitstap, als ik er nu mee stop. Misschien als ik toch nog dit of dat zou proberen, dan zouden we het wel redden in de relatie. Vooral de angstig gehechte personen die hebben heel veel moeite om los te laten op het moment dat zij tot ontdekking komen dat hun relatie toxisch is. Omdat ze dan toch nog vast blijven klampen aan die persoon. Ja, maar is dat dan liefde? Dat zal voor de een zal dat voelen als liefde en voor de ander zal het voelen als angst. De angst om alleen te zijn, angst om een bepaalde persoon uit hun leven te laten verdwijnen die heel veel voor hen heeft betekend. Is dat liefde? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Hoeveel is liefde en hoeveel is obsessie of inderdaad angst? Een pijn willen vermijden misschien? Ja, dat is ook heel moeilijk om dat te analyseren. Maar goed, de vraag voor vandaag is met name, hoe kan je loskoppelen, ja. Loslaten. Detachment, ja. Ik zit daar nu dus in. En goed, er zijn heel veel verschillende dingen die je denk ik kan proberen. Van geen contact, bijvoorbeeld inderdaad alle spullen opruimen, alle associaties weg te halen. Volgens mij moet je het ook wel doorvoelen, toch, die pijn en dat rouwproces. Ja, want het is een rouwproces. Ja. En een rouwproces, het enige wat bij een rouwproces echt helpt, is verbinding. Dus door verbinding kan je het rouwen doorleven. Verbinding met vrienden en familie bijvoorbeeld dan? Of? Verbinding met vrienden, familie, maar ook met jezelf. Ja, vooral met jezelf. Het begint met jezelf. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je die verbinding met jezelf? Door meer in het nu te leven. Het verdriet van de relatie die voorbij is, is in het verleden. Dus de relatie was in het verleden. De angst of de onzekerheid over hoe dat je toekomst eruit gaat zien zonder de relatie, dat zit in de toekomst. Het enige waar geen verdriet of pijn is, is nu. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ja, inderdaad. Dus op het moment dat het je lukt om in het nu te zijn, en dat kun je trainen weer, en dat met mindfulness bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld, nou, het is nu nog steeds mooi weer. Als je nu naar buiten gaat en je gaat een stuk lopen in de bossen, je heel bewust te zijn van wat je in de bossen ziet.
De verschillende bladeren of de verschillende kleuren of wat er op de grond ligt. Maar ook hoe dat jij daar loopt. En bij mindfulness denken mensen vaak aan een beetje het zweverige een toestand dat je daarin moet zijn. Maar eigenlijk is mindfulness alleen maar het leven in nu. Ja. En het moment dat je dat meer gaat beheersen, ga je ook meer die connectie met jezelf voelen. Want je voelt jezelf in het nu. Je moet ook een beetje het narratief herschrijven, denk ik, van die relatie. Kijk, ik was ervan overtuigd van nou, wij blijven bij elkaar en hij ook. En dus het was de liefde van mijn leven. Maar nu moet ik eigenlijk herschrijven van, nou, hij was dus niet de liefde van mijn leven. Dat komt misschien nog. Het was niet voor altijd. En dat is ook oké. Ja. Ik denk dat je daarmee tekort doet aan de relatie. Oh, echt? Ja, want op dat moment voelde het voor jou als de liefde van je leven. Dus laat dat ook gewoon zijn. Dat dat op dat moment de liefde van je leven was. En dat er misschien nog een nieuwe liefde in je leven komt, die je dan op dat moment als de liefde van je leven ervaart, is dat ook prima. Maar ik denk niet dat je de herinneringen of de waarde aan de relatie zou moeten verminderen. Of zou moeten wegdrukken. Okay. Dat doe je tekort aan. Maar dan je kan anders wel de neiging hebben om toch eraan vast te blijven houden. Of om het nog erger te maken dat je de one and only. Nee, want dat is steeds de fases die je doorloopt. Die laat je ook los. Hetzelfde als dat je van de basisschool ging. Dan wilde je ook niet opblijven. Nee, dan wilde je naar de middelbare school. De middelbare school, daar ging je op een gegeven moment ook mee stoppen. Nou, dat is ook prima voor toen. Dus er zijn allemaal fases die allemaal oké waren. En op dat moment een bepaalde waarde vertegenwoordigde. Nou, dat is deze relatie ook. Zelfs als dat je andere voorgaande relaties gestopt hebt. Nou, dat was op dat moment ook prima. Maar om nu te zeggen, oh ja, maar die relaties waren dus minder waard en nu ga ik wachten op de liefde van mijn leven. Waarom? Nee, okay. Je weet dat alles tijdelijk is. Ja, maar sommige relaties duren heel lang. Sommige duren tot je dood. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het, als ze tot je dood duren, dat het dan een betere relatie is geweest. Ah ja. Dan wanneer dat je eerder tot de conclusie komt dat misschien deze relatie niet meer is op dit moment wat je nodig hebt. En dus je openstellen voor een andere relatie. Dus of even geen relatie, alleen de relatie met jezelf. Ja, ja, dat lijkt me eigenlijk sowieso wel het meest gezond, toch? Als je net uit een relatie komt, of niet? Ja, voor jou misschien wel, dat je dat zo voelt. Maar er zijn genoeg mensen die meteen van de ene relatie in de andere duiken. En ook daarin vaak weer vanuit de pijn die ze niet willen voelen. Ja, dat bedoel ik, ja. Dus ja. Dan is het ook een soort ontwijken, toch? Ja, maar ja, dan is de vraag, wat is gezond? Want voor hen voelt het beter om meteen wel in een andere relatie te stappen. Omdat zij de pijn en het verdriet niet gezond vinden. Dus ja, dat is een heel persoonlijke keuze die je daar maakt. Maar houd je dat niet in op een gegeven moment? Dat je dan, nou, ik ben er wel van overtuigd dat als je iets niet goed doorleeft qua rouwproces, dat het ergens terugkomt. Ja, dat denk, dat ik, denk dus ik wel. Ja. Maar ik heb ook wel het idee dat dit is dan eigenlijk mijn tweede break-up, als in een volwassen relatie. Er komen nu ook dingen naar boven van de vorige break-up. Met mijn ex, terwijl ik ervan overtuigd was dat ik dat verwerkt had. Dus er wordt toch iets opengemaakt. Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat dan niet verwerkt is of doorleefd is. Want ja, verwerken is dat dat er helemaal niet meer is. Het is wel weer een trigger aan iets wat je doet herinneren aan een voorgaande relatie. Ja, oké. Okay. Dus dat is ook normaal op zich. Ja, maar die pijn die is ook heel herkenbaar. Dus dat is hetzelfde als ik val en ik breek mijn voet bijvoorbeeld. En 20 jaar later dan val ik weer, maar dan breek ik mijn elleboog. Dan weet ik wel zeker dat ik ook aan mijn gebroken voet denk. Oh ja, oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat dan niet goed verwerkt heb. Ja, inderdaad. Het is gewoon een herinnering aan iets wat vergelijkbaar is. Ja, ja, ja. En dat is, ja, dat mag er volgens mij gewoon zijn. En ik heb gelezen dat er zijn ook mensen die echt nooit over een ex heen komen.
En dat is denk ik ook een angst die heel veel mensen hebben als je uit elkaar gaat. Van ik kom er nooit overheen. Maar wanneer ben je er overheen? Als je vrij bent, als je niet meer het gevoel hebt dat er aan je getrokken wordt, dat je terug wil. Dat je nog heel veel pijn hebt, denk ik. Ja, maar dan is de vraag, is dat de pijn die je hebt aan de persoon, je ex? Of is dat de pijn die je hebt aan de behoefte die die relatie vervulde? Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. Oh ja, dat is ook een goeie, ja. Ja, want je bent in een relatie met iemand ook vanwege dus bepaalde behoeftes die... En dat kunnen dus ook ongezondere behoeftes zijn. Nou ja, de behoeftes zijn gezond. Dus de behoefte aan de zekerheid die een relatie geeft en de variatie, de belangrijkheid, de connectie en de groei samen. Dus dat zijn hele gezonde behoeftes. Alleen kunnen die op een ongezonde manier ingevuld worden. Dus je kunt bijvoorbeeld je partner te belangrijk maken. Oh ja. Of jezelf veel minder belangrijk. Heb ik dat gedaan, denk je? Dat zou kunnen. Ja. Dat je jezelf minder belangrijk hebt gemaakt. En je partner te belangrijk. Of het slagen van de relatie. Ja. Belangrijk. Ja. En ik denk dat dat ook wel kwam omdat mijn vorige relatie eindigde heel abrupt. Voor mij heel onverwacht. Daardoor was er wel nog meer de drang om dit te laten slagen, denk ik. Ik denk dat ik dat stukje wel heb meegenomen daarin. Ja, dat is natuurlijk waar we het de vorige keer ook al eens over hebben gehad. Over het meenemen van de relatie in de volgende relatie. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen dat ook onbewust wel doen. Of dat ze dus een tegenpool zoeken van hun ex. Of juist iemand die er heel erg op lijkt. Maar dan ben je dus nooit helemaal losgekomen, eigenlijk. Ja, de vraag is ook, wil je er helemaal los van komen? Want het is natuurlijk iets waar je jarenlang heel bewust voor gekozen hebt. En dat kan je niet ontkennen dat dat er niet is geweest. Het enige wat je wil, is dat je er geen last meer van hebt. Ja. Dat het niet meer pijn doet. Hoe doe je dat? Door hetzelfde als wat je doet in een rouwproces op het moment dat er iemand overlijdt. Is dat je die persoon op een andere manier gaat vasthouden, op een andere manier gaat herinneren. Dus het moment dat jij nu op een andere manier aan jouw ex-partner, moet ik dan zeggen, ja. zou denken, kan je nog steeds die liefdevolle, warme gevoelens hebben voor die persoon. Maar dan in het verleden. Ja. En dan doe je ook geen tekort aan wat hij voor jou heeft betekend. Of misschien nog steeds betekent. Ja. Ja. Maar er zit nu nog wel een stukje verlangen. Dat ik toch... Verlangen naar wat? Dus wat is jouw behoefte daarin? Dat is belangrijk om dat voor jezelf te analyseren. Verlang ik naar het plaatje wat ik had van de relatie? Of verlang ik naar de persoon? Naar de persoon, maar niet de persoon van het afgelopen jaar. Dus de persoon, de eerste periode van de relatie. Ja. En die persoon in het begin van de relatie is niet meer de persoon die nu is. Net zoals dat jij ook niet meer de persoon bent in het begin van jullie relatie. Jij bent ook daarin verder ontwikkeld en gegroeid. Dus je kunt niet meer terug naar jullie beginperiode. Het enige wat je daarin kunt doen is dat als een hele mooie herinnering met je meenemen. Ja, maar dat doet ook pijn als je daaraan denkt. Nee, het doet geen pijn. Het doet alleen maar pijn als je er meteen aanhangt dat dat er nooit meer zal zijn. Ja. Het doet geen pijn als je eraan denkt dat dat is wat jullie destijds verbonden heeft. Dan is het alleen maar een mooie herinnering die je koestert. Ja. En vervolgens ga je nieuwe herinneringen maken. Ja, ja, inderdaad, ja. En dat is denk ik de manier om los te kunnen laten. Zorgen dat je nieuwe herinneringen maakt. Ja, inderdaad. En ook wel leven. Ja. Dus niet je leven stil laten staan in het verdriet ook. Dus ik probeer ook wel elke dag iets te doen waar ik heel blij van word. Of veel mensen te zien en dan ook echt aanwezig te zijn. En die verbinding inderdaad te maken. Ja. Maar je voelt wel op de achtergrond nog dat stuk verdriet en pijn inderdaad. En soms komt dat helemaal naar boven. En soms zakt het helemaal naar beneden. Heel wisselend. Ja,
Ik denk dat jij gevoelsmatig ook wel weet wat je nodig hebt om los te kunnen laten. Dus dat die verbinding belangrijk is. Eigenlijk op dat soort momenten creëer je een soort van positieve momentjes. Dus even positieve energie. En als je heel veel positieve momentjes hebt, positieve energie hebt, dan wordt dat eigenlijk een heel groot stuk weer van jou. Ja. Want die gaan allemaal weer samen vloeien. Totdat dat de basis wordt. Fake it till you make it. Ja. Ja. En dan kan je dat beter doen door te gaan dansen en te gaan zingen. Of sporten. Of sporten. Ja. Wat sommige mensen ook wel eens doen, wat helemaal niet helpt, is hele romantische, zielige muziek op gaan zetten over breakups, waarbij de meest trieste verhalen voorbij komen in songteksten. Ja. Om zich nog maar ellendiger te voelen. Ja. Ja, dat zwelgen. Het is echt het zwelgen, ja. Nee. En het is te verklaren vanuit vroeger dat je als kind verdriet had dat je moeder je troostte. Dus dan voelde je de verbinding met je moeder. Want als je verdrietig was, dan zei ze, kom, wat is er aan de hand, kom maar hier. Dat is zeg maar de behoefte die je op dat moment voelt. Behoefte aan verbinding. Alleen bereik je dat dus niet door te gaan zwelgen in die muziek. Nee. Ik geef mezelf ook een kwartier per dag dat ik Lana Del Rey bijvoorbeeld draai en inderdaad daar even helemaal in ga. Maar dan moet het daarna ook wel weer klaar zijn. En meestal is het dan ook minder. Dus soms heb je even die behoefte om je gewoon heel rot te voelen. Ja. Ik denk dat daarin belangrijk is dat het er gewoon mag zijn als het er is. Er zullen best wel momenten komen dat je herinnerd wordt aan iets wat pijnlijk is. En dat is natuurlijk ook bij overlijden van een persoon is dat ook hetzelfde. Het moment dat je dat niet weg probeert te drukken, maar gewoon het even toestaat. Oké, nu even verdrietig voelen of wat dan ook. En daarna weer, wat jij ook zegt, opstaan en doorgaan. Ja. Ja, dan denk ik dat de momenten dat je je slecht voelt, dat die steeds minder worden. En de momenten dat je je goed voelt, steeds beter worden. Ja. En als laatste denk ik ook dat het accepteren heel groot is. Dat je dus echt accepteert, dit is het. Ja. Niet meer nadenken over mogelijkheden of wat als. Ja. En dat lukt me de ene dag wel en de andere dag toch wat minder goed. Hoe lang duurt het gemiddeld meestal, het liefdesverdriet? Het is wel afhankelijk hoe intens een relatie is geweest. Jullie relatie is heel intens geweest. Er zijn ook heel veel relaties die heel oppervlakkig zijn. Waar nooit die echte verbinding is geweest zoals die bij jullie is geweest. Dus dan is het ook makkelijker om door te gaan, lijkt me. Maar zelden als de eerste liefde die je hebt als je 12 of 13 of iets ouder bent. Dat voelt net zo heftig als dat over is als iemand die 25 jaar getrouwd is. Ja, het gevoel is hetzelfde. Het is gewoon heel pijnlijk, heel verdrietig. Het kan wel maanden duren. Ja. Maar je moet volhouden, want elke keer als je toch weer gaat appen of inderdaad foto's opzoekt, dan trek je weer een stukje wond open. Hè? Ja, het is echt wel van belang om te kijken van wat maakt dan dat ik terug zou willen naar die relatie. Want is het alleen maar om nu weg te zijn van de pijn die ik heb, of het verdriet dat de relatie is afgelopen? En wat zou dan een alternatief zijn waardoor dat ik me beter voel en ik dus niet terug ga naar die relatie? Ja. Ja, inderdaad. Maar dat blijft wel blijft echt wel moeilijk, denk ik, om dat voor jezelf duidelijk te hebben. Ja, want je houdt ook van die persoon. Nog steeds. Ja, inderdaad. Ja. Dat kan ook lang blijven, toch? Dat kan altijd blijven. Ja, dat denk ik ook wel. De rest van je leven. Maar dat is natuurlijk ook mensen die uit elkaar gaan, die ook kinderen hebben. Die ook dus door de kinderen nog aan elkaar verbonden blijven. Die zeggen ook vaak, ja, maar ik hou nog steeds van hem. Alleen zijn we niet meer geschikt als liefdespartners door het leven te gaan. Ja. Als je dat kunt accepteren, beide, dan kan je ook loslaten.